mandaat wat wij destijds hadden is dat wij een vredesmacht waren. En alleen maar ter zelfverdediging, directe zelfverdediging, mocht je schieten. Maar dat, eigenlijk moest je dat nog aanvragen. Daar is post Sierra, dat is een post van Major Haddad. Daar vandaan wordt er nog alles geschoten op onze post, vooral 's avonds. Ik vond dan als journalist, ik kwam daar en ik ging weer weg. Ik had niet graag in hun schoenen gestaan. Als je gewoon een gesprekje had met die jongens. Weten jullie eigenlijk wel waar je bent? Heel veel van die jongens die hadden geen idee. Halverwege die rit reden we de val. Ja, dan word je uit je auto gehaald en dan word je afgevoerd. En dan kom je in een dorpje en dan word je opgesloten in een huisje. Er is ons geschetst dat we een soort controlerende taak zouden hebben tussen twee strijdende machten in. Maar we hebben nooit rekening mee gehouden dat we midden in vuurgevechten zouden komen. Niemand die het kan voorspellen wat hier de komende dagen, weken, maanden te gebeuren staat. Maar we weten natuurlijk wel, de spanningen in het gebied waar de Unifillers zitten, die kunnen heel erg hoog oplopen en die kunnen potentieel weer escaleren. Dutch Bat had heel veel invloed in de media, omdat de Unifil-militairen van de Nederland, die gingen natuurlijk vertellen wat ze er allemaal zagen. En dat was beslist niet altijd in het voordeel van Israël. Ook in die tijd wisten we niet hoe de nazorg in elkaar moest steken. Met de Libanon-veteranen hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan als met de veteranen uit Indië.